Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek nummer 21 is Alexandra van Lisa Weda. Een boek dat momenteel ook op de shortlist van de Libris Literatuurprijs staat. En dat door de oorlog in Oekraïne helaas een hoogst actueel onderwerp bevat. Maar eerst maar even naar een video dat op social media voorbij schoot. Met daarin Candace Owens, een mij verder onbekende talkshow-host van The Daily Wire, die het volgende te zeggen had. You know, he's not trying to commit a genocide of the Ukrainians. That obviously makes no sense because there is no difference ethnically from Ukrainians and Russians. Obviously, Ukraine wasn't a thing until 1989. Ukraine was created by the Russians. It was, you know, they speak Russian. So. Nu ken je ongetwijfeld het gevoel dat je mensen die een domme uitspraak doen gewoon even wil slaan met een dikke vette vissen en flinke smack wil geven. Maar bij Owens krijg ik toch meer de drang om haar denkbeeldig te geeselen met boeken. En dit boek van Lisa Weda zou daar ook uitermate geschikt voor zijn. Want als er iets is wat deze roman duidelijk maakt over het gebied dat tot enkele weken geleden ons alleen bekend was vanwege MH17 en dat ene referendum van een aantal jaar geleden, is dat de geschiedenis van het land een grote puinzooi is voor de inwoners die van wisselende macht naar onderdrukking zijn gegaan. Stabiliteit is er ogenschijnlijk nooit geweest. En Weda verbeeldt die onbalans in het land waar haar grootmoeder vandaan komt. Met de Russische burgeroorlog, met boeren die hun graan in de bevroren grond verstopten voor de Komsomolbrigades die hele huizen overhoop haalden. Het vijfjarenplan van Stalin, de Tweede Wereldoorlog, de Sovjets, de Maidan-revolutie, de annexatie van de Krim en de separatisten van Luhansk en Donetsk. Maar dit boek is geen uiteenzetting van hoe al die lijntjes precies zijn gelopen. En het is ook geen causaliteitszoekende familiegeschiedenis. De familiestamboom en het kaartje aan het einde suggereren misschien dat dit een hapklaar epos gaat zijn, maar je moet als lezer behoorlijk aan de bak. Dit is een roman over de aanhoudende chaos die in de levensloop van de familie ingrijpt, die de leden door elkaar schudt en die ze uit elkaar trekt. Weda biedt je steeds kortstondig houvast en stapelt momenten van onderdrukking op. Aan het einde formuleert Kolja, de verdwenen oom van verteller Lisa, het bondig samen. Ons stuk land is een breuklijn en we zakken langzaam steeds dieper weg in de aarde. We zitten vast met onze voeten in die zwarte kutgrond. We kunnen niet opzij, niet vooruit, niet achteruit. Dit stuk land is niets gegund. Met Alexandra hebben we eindelijk, zo zou ik willen stellen, een goed verkopende Nederlandse roman te pakken die zich durft te verliezen in het magisch realisme en een postmoderne aanpak. En dan niet het harkerige magisch realisme van Marques met een zweem van exotisme. Nee, deze vorm weerspiegelt juist de onmacht. Weda laat haar ik vertellen los in een Stalinistisch paleis waar ze haar lang geleden overleden grootvader Nikolai ontmoet. En terwijl ze het paleis vol communistische fresco's verkennen, tekenen ze samen de verhalen op over die zwarte, koude grond in Oekraïne. En die zwartgalligheid wordt omgeven door een hoop kleuren. Ik draai me om en loop terug naar Oekraïne. Overal langs de weg is het land goud. Het graan beweegt met de wind mee. Aan de horizon roken fabrieken. Hun witte, sliertige rookwolken verdelen de helderblauwe lucht in stukken. Ergens in de verte klinkt een schot. Dan nog twee, dan vier, steeds sneller achter elkaar. Het schieten komt van twee kanten, oost en west. Centraal in het boek staat het deportatieverhaal van grootmoeder Alexandra tijdens de Tweede Wereldoorlog, die als tiener haar familie achterliet, terwijl haar vader haar toefluisterde dat ze vooral daar moest blijven als het daar beter was. En dat ze niet moest vergeten dat ze een Don-Kozakkenkind is. En deze oma heeft haar kleindochter Lisa de opdracht gegeven om een doek terug te brengen naar haar verdwenen oom. Cool, ja. Deze roman biedt een boeiend bouwwerk die de verscheurde grond voelbaar maakt aan de hand van een familiegeschiedenis die meedijnt, die leidzaam volgt en die ook tegengas geeft. Mensen die wel doordachte keuzes zouden willen maken, maar die onderdeel zijn van een verleden dat zich niet laat ordenen en die moeten toekijken hoe megalomane architectuur uit de grond gestampt wordt. Met een Lenin die van zijn sokkel stapt en met die iets te vaak terugkerende witte herten met een gouden gewei en een gouden pijl in hun zij, die de wakende doden van het volk symboliseren. En daarmee is Alexandra een uitermate geschikt boek om mensen ermee om hun oren te slaan.
Boek 22 is Het kon minder van Willem Wilmink. De gedundrukte bloemlezing in de dundrukreeks van uitgeverij Van Oorschot. En de keuze van de teksten is samengesteld door Vic van der Rijt. Tja, en ik geloof dat ik niemand hoef te overtuigen van de literaire kwaliteiten van Willem Wilmink. Een alleskunner op het gebied van tekst. Wiens woorden velen al in hun hart hebben gesloten tijdens hun kindertijd. Ik denk alleen al aan Kinderen voor Kinderen, Sesamstraat en de film van Ome Willem. En de generatie voor mij zal dat waarschijnlijk hebben met De Stratenmaker op Zeeshow. In die nacht zo stil en groot, zwegen de kanonnen. Die zijn bij het morgenrood, toch opnieuw begonnen. Wilmink staat wat mij betreft op gelijke hoogte als Annie en M.G. Schmidt, die samen een enorme invloed hebben gehad op de kinderliteratuur. Een van Wilmink's eigen invloeden was de Groningse dichter Hendrik de Vries, die ook een aantal keren wordt genoemd in het boekje. Zeker in een apart verhaal over de Vries, waarin ook Vic van der Rijt, de samensteller van het boek, wordt genoemd, wat de keuze voor dat verhaal weer een beetje gek maakt. Maar van Wilmink zijn al vele bloemlezingen verschenen en er is al een ultieme verzameling van ruim 1400 pagina's. Dus wat voeg dit boekje daaraan toe? Daar heb ik geen goed antwoord op, behalve dat de dundrukreeks van Van Oorschot een mooie reeks is, het formaat lekker handzaam is en het papier heerlijk bladerbaar is. Dus voor wie nog geen bloemlezing of verzameling van Wilmink in de kast heeft staan, is dit boek wellicht een goede toevoeging aan de boekenkast. Het eerste deel van de bloemlezing bestaat uit korte verhalen, veelal autobiografisch en met alinea's die direct een wereld oproepen, zoals in Mijn Opa. Op zondagochtenden kwam opa vrolijk fluitend bij ons aangefietst. Oma kwam pas een tijdje later. Die had hem onderweg niet kunnen bijhouden. Vader zei er een keer wat van. Het zou toch veel gezelliger zijn als ze tegelijk aankwamen. Maar zulke aanmerkingen maakten opa bedroefd. Hij was zich nooit van enig kwaad bewust geweest. Maar hoe vermakelijk die verhalen ook zijn, mijn voorkeur ligt bij de liedjes en de gedichten van Wilmink die vervolgens in de bloemlezing te vinden zijn. En daar zijn ook vele bekende titels te vinden als Freki, Ben Ali Libi, Dood zijn duurt zo lang, Het driftige kind en Dat overkomt iedereen wel. En zo kan iedereen zijn eigen voorkeuren vinden in deze bloemlezing. En de kracht van de teksten zit hem echt in het voorlezen. Veel van deze teksten kan ik niet hardop voorlezen zonder daarbij ook opgetild of geraakt te worden, al klinkt dat misschien wat pathetisch. Dit is een boekje om af en toe uit de kast te trekken, erin te bladeren, iets nieuws te ontdekken, iemand aan te stoten en dan voor te lezen. Bijvoorbeeld de tekst Meisje. Brief in onleesbaar handschrift, zelf besteld en daarna in de nacht zichzelf gemeld om troost. Haar borsten dartelen in de wei van een schone pyjamajas van mij. Dat is erg lief, maar liefde wilde ze niet. Ze hoort de Westentoren en beziet mij en mijn kamer en komt plotseling met een heel dierbare herinnering van toen ze klein was en geen borsten had en in no time boven in bomen zat. Toen was dat ze geen jongen meer mocht zijn, nog niet in zicht. Toen was het leven fijn. En ik was onder de indruk van het portret van een jong meisje verkracht op een feest in de voorstad. Een vertaling van een tekst van Brian Patton. En ik kwam erachter dat het ook op muziek is gezet en gezongen is door Herman van Veen. En met die tekst sluit ik graag af. Vlug in de duisternis genomen, sta je dan op en gaat. Bedenkt hoe leeg je bent geworden. Hebben dan al die uren voor de spiegel en al die jongens die je afwees als te jong hiertoe geleid? Wat je nu bent, beperkt je tot wat ze van je verwachten. En in de tuin in de vrieskou ril je en braakt. Bang, dronken tussen bomen, beduust over een daad die teder zijn moest en ver van teder was. Nu ligt het achter je, gegiegel over liefde en dat je kind was, maar voor je oud bent duurt nog lang. Je braakt tussen de bloemen en in de muffe kamers gaat het feest verder. Je denkt dat het iets helpt om weg te gaan uit die groep dronken levens, maar 10 minuten zwanger heb je nog 20.000 voor de boeg waarin dit je te binnen schiet. Dit feest, deze sombere zaterdagnacht, dat er planeten uit je ogen rolden en stuk gespat zijn op gras in de voorstad. Het is week 12 van de bestseller 60 in 2022. Volgende week, dat is het week 13, zitten we op een kwart van het jaar. En in die video volgende week wil ik wat langer stilstaan om het lopende jaar te vergelijken met de historie van de bestsellerlijst. Maar deze week houd ik het kort. Eerst even over die nummer 1, want die houdt blijkbaar de gemoederen bezig. Althans, in ieder geval op Twitter. Zo verscheen daar gisteren een slecht gefotoshopt plaatje van een heel enthousiaste lezer. Blijkbaar worden er dus ook trollen ingezet voor de leesbevordering. Misschien een goede strategie voor Stichting Lezen of
andere leesbevorderaars. En het is grappig om te zien dat Cherry-fans echt overal een complot in kunnen zien en zelfs losgaan als het account van de bestseller 60 niet nadrukkelijk noemt dat Baudet op nummer 1 staat, terwijl het bijgevoegde plaatje toch veelzeggend is. Vandaag ben ik begonnen met het lezen van de roman Zuurstofschuld van Twan Heijmans, die vorige week nieuw was in de lijst, maar deze week alweer is verdwenen. Wellicht zit er nog een rentree in het verschiet de komende weken. En op de bestsellerlijst van week 12 staan twee nieuwe titels die ik aan mijn leeslijst Lezeres Vaderlands kan toevoegen. Op nummer 25 de thriller De Man Zonder Gezicht van Thomas Ross. En op nummer 57 Het Gevaar van Clifford Castle van Josephine Rombouts. Bij het laatste boek twijfelde ik even, want het heeft de zweem van een autobiografie. Maar aangezien de vorige delen als roman worden betiteld, het eerste deel al eens 5 weken in de bestsellerlijst stond en vanwege een omschrijving waarin staat dat Josephine onderzoekt wat het betekent om een vrouw te zijn in deze wereld, kan ik niet om deze titel heen. Mijn leeslijst is zoals altijd terug te vinden via de link in de beschrijving. Graag tot volgende week. En tot slot nog 3 boeken die nieuw zijn verschenen. De Man die een berg werd van Greta Simcuté, Namen noemen van Nagum en Wijnberg en De Draaischijf van Tom Danois. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.